Fleuren met bloemen vandaag in Rotterdam bij Anja. En die woont hier. Even kijken in welk huis. Oh, 37. Nou, Anja, ja, ik zie hier persielige roosjes staan, maar voor de rest niks. En kamerplanten zie ik helemaal niet, hè? Nee, klopt. Nou, weet je wat ik zal doen? Ik heb zonnebloemen bij me. Oh. Maar ik laat je ook eens een plant uitkiezen, want ik wil je toch een beetje planten enthousiast hebben. Ja, vind je toch wel leuk? Helemaal top. Vind je toch wel? Nou, dan ga ik eerst met de zonnebloem aan de gang. Kijk, ik ben hier zonnebloem aan het gebruiken. Dit is de Vincent Fresh. En wat is er nou zo bijzonder dan? Maar kijk, hij heeft een licht hart. Nou, daar begint het mee. Maar hij heeft nog wat anders. Hij heeft beslist geen stuifmeel. Vaak als je dus zonnebloem in de huiskamer zet, dan zie je op een gegeven moment dat er anders een troep onder komt. Bij deze niet, want dat zit er niet in. Dus zonder stuifmeel en een licht hart. Deze zonnebloemen zijn eigenlijk heel bijzonder, want de meeste zonnebloemen die op de vaart zitten, gaat gelijk de kop hangen. Dat is met deze niet. Nou, is het ook zo leuk, het is de maand juni. En ja, het is misschien wel slecht weer, maar het is de maand van de zonnebloemen. Op dit moment kan je ze overal krijgen. En deze bijzondere zonnebloem die heel lang goed blijft op de vaart. Kijk, Anja, ik heb verschillende planten voor je meegenomen. Ik doe het eigenlijk nooit, maar jij mag eens uitzoeken. Oh, dit is een grote Dracaena. Ja. Die is mooi. En die is ja. Makkelijk ook, want ik moet een beetje makkelijk groen voor je hebben. Kijk, dit is een dievenwachtje. Dat is ook echt zo sterk als een beer. Oké, okay, geweldig. Ja? En ik ben bezig met succulenten deze maand. Nou, dit is eigenlijk ook een succulent. Dat is de Samiaculcus. Wat een mooie. Die vindt ze eigenlijk allemaal ik mooi. Ik ben echt helemaal... Ja, ik vind het geweldig. Nou ja, ik ga een paar potten voor je vullen. Oh, je bent een kranje. Woonplant van de maand juni, dat zijn de succulenten. Dat is een hele grote verzamelgroep van planten. Samiaculcus is dat ook. Dat is ook een vetachtige plant. Dat succulent, dat zijn vetachtige planten. Deze ook. Hiervan zeggen ze de happy bean. Die lijkt op een boontje. Moet je maar kijken, dat zijn net boontjes. Maar het is gewoon een vetplant. En deze is een hele bijzondere groep. Dit zijn de Rhipsalissen. Rhipsalis, dat is ook een succulent, ook een vetplant. Nou, die kan je op een plek in de huiskamer hebben staan waar het vrij donker is. Geef hem weinig water en hij kan wel 20 jaar worden. Het wordt echt een plant voor donkere huiskamers en mensen zonder groene vingers. Nou, dit lukt altijd. En dit is een, zijn eigenlijk verzamelbakken van succulenten. Want hier heb ik een Sempervivum in staan. Die gebruiken we ook buiten. Dat is ook een succulent. Dit zijn van die verzamelbakjes die je daar neerzetten. Woonplant van de maand juni. Succulenten. Nou, ik heb ook nog een paar lipstickplanten voor Anja. Nou, als die geen plantenkennis gaat krijgen, dan weet ik het niet meer. Dit is de Twister. Dat is degene, al bloeit hij niet, die heeft het hele bijzondere blad. Twee van die planten hier en je weet niet wat je ziet. Nou, Anja, dit heet kleuren met bloemen. Maar ik heb het bij jou ook met planten gedaan. Geweldig. Ja, nou, dit is toch veel leuker? Veel gezelliger, heel veel sfeer gelijk. Ik denk dat jij plantenliefhebber wordt. Weet ik wel zeker. Heb je ze nooit goed gehouden? Dat lukte niet. Nee. Nou, dat gaat je nu lukken. Niet te veel water geven. De meeste mensen geven wel te veel water en gaat het fout. Je hebt zonnebloemen die zorgen dat het er zonnig uitziet. Ik heb je leven toch een beetje gekleurd, hè? Ga je zoenen? Oh, mwa, mwa, mwa. Dank je wel. Dat krijg je nou, hè, als je het leven kleurt met bloemen. Wil je dat nou ook? Reageer dan even via Facebook of onze internetsite. En misschien kom ik langs.